Ya, saudara pemirsa, tadi kita berbicara mengenai ini Pak Losman bilang bahwa saya betul-betul seorang Belanda. Dan saya pikir orang yang merasa dirinya sebagai seorang Belanda atau sebagai seorang Indonesia, sebagai seorang Amerika, sebagai seorang sangat mencintai orang-orang di dunia. Nah, kita maksud saya memberi perhatian kepada orang di dunia, bukan bukan mesti hanya untuk bangsanya sendiri. Oke, okay, gaat u verder, meneer Losman? Ja, wat wil je allemaal vragen? U zegt, ik ben Nederlander. Ja, oké. Okay. Ja. Ik ben een Nederlander. Maar ik hou ook heel veel van Indonesië. Waarom? Omdat de contacten via de Pekenkerk, Protestantse kerk in Nederland, ontstaan is, gereformeerd en gevormd. Baptist, al die zus hebben één kerk gemaakt. Saya seorang Belanda dan saya bangga sebagai seorang Belanda dan tapi saya juga mencintai seorang orang-orang di dunia dan kita dari gereja Belanda mempunyai kontak dengan tempat lain. Dan ben ik van met zijn maat en ik promote Alpha Omega vanuit die gemeenschap, maar niet alleen vanuit de church. Ik heb geprobeerd om het te doen. Sebagai bagian dari gereja di Belanda, saya memperkenalkan Alpha Omega di sini. Ik heb het geprobeerd om over de kerk heen te timmen naar deze kampbond, kampbond Zwitserland. Dat al die bibels een pijn voor Alpha Omega. Ja, supaya orang merasa terbeban untuk menolong. Bantuan kepada Alpha Omega. Daarom proberen we Alpha Omega op te staan na 30 jaar bestaan. Dit jaar bestaan ze 30 jaar. En nou 30 jaar. Tahun ini Alpha Omega berusia 30 tahun. En dat is leuk te horen en mee te maken dat ik dat mag beleven. En de laatste jaar misschien daar geweest ben. Als God me het leven geeft, misschien dat het nog een keer terug mag komen. Dat weten we niet. Nou goed, dan mag ik het wel zien. Saya, maar dan dank ik voor mijn werk wat ik ervoor gedaan heb. Saya harap saya bisa kembali lagi ke sana ke Alpha Omega, tapi saya belum tahu kepastiannya. Ja. En dat werk hebben we niet alleen gedaan. Dat hebben we met de kameraad Bakker uit Urk gedaan. En de power, de kracht, die kreeg ik van God. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En als ze wat nodig hebben, dan weet Jim het ook wel, dat de volgende is daar, de FDD, denken we in Alpha Omega. Ja. Als ze wat te doen is, dat is toen we ermee begonnen, toen we naar ineens toe gingen, toen dacht ik, hé, de band is leeg. De band moet weer. En dan we terugkomen en deze historie zien en dan wat er gebeurd is, dan zien we dat de band weer opgebonden is. De band bedoelt leeg, 30 jaar terug, dat we zeggen... Kekuatan saya dapat dari Allah, dari Tuhan, dan saya banyak masih bisa membantu Alpha Omega dan band yang kempes bisa dipompa kembali. Maar, pompa, dat is een voorbeeld van de band, maar de interesse, dat bedoel ik, die was hier tot een klein beetje gedaald. En dat is misschien mijn leiding van God geweest. Dat wanneer je niet alleen ik, maar de bakker en de jinte met zijn vrouw ook daar geweest zijn. En dat we het weer hier in het dorp levend hebben gemaakt. En dat iedereen weer in het verhaal gelooft. Hoe bedoel je, laatste... In het verhaal gelooft, zelf volgen gaan van de kinderen te helpen. Om te helpen? Ja. Ja, financieel bedoel ik dan, hè. Ja, oké. Okay. Wat verwacht u van deze allemaal? Wat zijn de kinderen geworden, denkt u? Wat ze nu geworden zijn in Alpha Omega? Of met uw programma, met uw ideeën en
wat krijgen ze allemaal eigenlijk? Ik hoop dat Mystica en met Liliane Vos, die Robbie, verder brengt in het leven. We hebben gezien hier in Nederland dat deze kinderen verder kunnen komen. En ook die doofstomme meisjes. Dat ze verder kunnen komen in het leven. Ja, parapa mirsa saya menanyakan. Kalau bapak itu mengharapkan atau membuat program memberi bantuan kepada anak-anak Olpo Omega, apa sebenarnya yang diharapkan oleh bapak ini? Bapak ini bilang seperti anak-anak disabilities di Belanda juga, mereka tidak hanya sebatas itu, tapi mereka bisa further lanjut dalam hidup. Saya mau tanyakan kepada bapak ini, apa maksudnya lanjut dalam hidup? What would you to be further in het leven? Di kinderen van Alpha Omega of kinderen disabilities hier, verder in het leven. Ja. Wat bedoelt u met verder in het leven? Dat is een mooie vraag. We zijn wij kunnen wel denken, maar ik vraag de mystiekie, de ouders moeten ook goed verder. Ja. Dus we zijn die een dag met auto naar de dorp geweest, waar die jongen van Robbie, die Robbie is hem namelijk leeft, door de bergen heen. Ja. Tussen bestek hier mee daarin, en Kennendorp niet. Die vader was daar, die moeder was daar, oude opa was daar. Het hele dorp kwam daar. Want Mystiekie kwam daar met de losman van Blenda. Het was net of dat ik een prins of een koning was. En we moesten zitten op de rond, maar ik zei, we kunnen we niet. Onze heup is er niet voor gemaakt. Dus ik kwam met bankie aan vandaag. Toen was de story verteld, de mensen waren blij. Dat wij dachten dat hun zoon misschien iets meer power in het leven had om toch verder te kunnen komen. En dat vond ik mooi. Dat we verder in het leven. Kijk, ik vraag deze. Misschien een eigen brood kunnen verdienen. Probeer ik om te overbruggen de gedachten in Indonesië en gedachten hier. Ja. In Indonesië. Nou, wat bedoelt u met verder te gaan? Ze zijn gewoon als zo. Dat is ver genoeg. Ver genoeg? Ja. Wat heb je er nou aan van deze kinderen? Nee, dat is dus niet waar. Deze kinderen kunnen veel meer. Deze kinderen kunnen zelfs eigen brood verdienen. Die kunnen dokter worden, die kunnen ingenieur worden. Die stomme meisjes, die zijn super. Super intelligent. Mereka sebenarnya super intelligent, kata bapak ini. Ya. Mereka bisa mencari makan sendiri, bisa menjadi dokter. Ingenieur, ze kunnen alles worden. Ze moeten studie maken. Saya coba mengorek terus apa yang dikatakan bapak ini, bukan karena setuju atau tidak setuju, tapi supaya kita mendapatkan inti dari pikiran mereka yang mungkin belum bisa dijelaskan secara kata-kata kalau tidak dikorek, tapi kalau dengan dikorek mungkin bisa. Ya, maar in het leven, ya, is toch genoeg. Ze kunnen gewoon spelen, zoals meneer Ginting, Mystica Ginting zegt, als ze maar blij zijn. Oké. I made the dancing met de schilderen. Ja. Maar ik zie dat. Dat is niet. Er zit veel meer in die kinderen. Hij met de song, met de gitaar, met de schilderen, met de harmonica. Er was een lady, was dat een jong meisje, die gewoon zingen als de beste. Wat mooi zingen kan dat meisje. Hij heeft dat meisje hier uitgehaald. Ik zei, meid, kom eens even hier. Ik heb hem naar de tribune gebracht, naar het podium. Ik zei, jongens, applaus voor de lady. Hij spreekt op me. We hebben hier in Blenda, hebben wij handicap ladies. Mijn coach zong. Die zong in de opera. Dat is lady in het bestek hier. Oké, het is al genoeg wat ik wou horen. Oké. Dat is heel, heel interessant, maar even, ik zeg het wel in het Indonesisch. Oké.
apa yang diceritakan Bapak ini kira-kira begini, seperti yang saya rasakan. Saya membuat sanggar di Medan, kemudian anak-anak itu main ketang-ketang, main belobat, main kicapi. Sebenarnya kualitas mereka dalam bermain musik itu kualitas internasional yang jauh lebih tinggi dari para pemusik Belanda atau Amerika. Tapi anak-anak itu hanya sampai di Medan, dan orang-orang Karo sendiri tidak begitu menghargai mereka, karena apalah mereka tidak kuliah, mereka tidak bisa masuk USU atau apalagi itu masuk ITB. Tapi begitu juga bapak-bapak ini menyayangkan anak-anak Alpha Omega itu masih bisa bermain drama, opera, bisa bernyanyi, bisa bermain musik. Artinya, intinya bahwa anak-anak itu masih bisa juga memberi kepada manusia yang lain, bukan hanya menerima bantuan, tapi bagaimana kita memberdayakan mereka untuk bisa memberi kepada mereka. So that say, oh, an mensen kunnen geven, niet alleen maar krijgen. Ja, nee, duidelijk. Duidelijk, nee, duidelijk. Nee. Is het toch? Ja, zo is het ook. Zo is het. Oh. Ja. Oké, okay, para pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita sore hari ini di... Terima kasih. Menjuah-juah. Ya, benar-benar. Bujur, terima kasih. Ya, berjuah-juah. Bujur, terima kasih. Terima kasih. Ya, ya, berjuah-juah. Mantap, selamat malam. Ini di sore hari atau sudah malam di Belanda. Ini taman kita. Kita berbincang-bincang di sini. Di sini ada Shera. Shera namanya, ada rumah. Rumah kaca yang... menarik dan ya, ini tuan rumah yang sudah menyediakan kesempatan kita untuk berbincang-bincang di sini, dan kedua tamu dari Alpha Omega juga menginap di rumahnya. Mereka sangat baik, tapi itulah intinya saudara-saudara, yang saya senang dengan wawancara dengan Pak Losman ini tadi, bahwa bukan hanya kita memberi kepada mereka, tapi kita usahakan bahwa mereka sendiri, anak-anak Alpha Omega, bisa memberi kepada kita, memberi hiburan. Itu yang dikatakan oleh mama muda saya, Pendeta Solomo Sitepu, dulu kepada saya, mereka juga bisa menghibur kita. Jangan pikir hanya kita yang menghibur mereka. Demikian saudara-saudara, para pemirsa, terima kasih. Bujur dan menjua-jua. Dan juga.